Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben vandaag met Danielle van Make-up. Ja, super leuk. Wij gaan vandaag een Get Ready With Us filmen met nog wat Q&A vragen. Ik heb die gesteld op Instagram. En ja, die gaan we... Oh shit, ik moet het raam nog even dichten. Ja, wij hebben dus Q&A vragen gesteld op Instagram en die gaan we vandaag beantwoorden met z'n tweetjes. En ondertussen gezellig lekker opmaken. We hebben een... Een theetje erbij. Heel lekker. Echt een herfstteetje, echt heel lekker. Ja, echt top. En dit is wel gezellig voor de cozy video's natuurlijk. Dus leuk dat je kijkt. Even het YouTube kanaal en de Instagram van Danielle in de beschrijving zetten. Dan kun je die nog aan het eind van de video even checken. En dan zeg ik, laten we beginnen. Yes, laten we beginnen. Begin je altijd met primer ofzo? Ja, ik begin echt altijd met primer. Ik ook wel vaak. Ik heb echt super handig hier spiegeltjes neergezet. Ja, oh ja. We moeten nog even zien. Doe je altijd je haar vast? Nou, eigenlijk niet. Nee? Oh, nee. Ik er vaak wel, maar ik heb nu even geen elastiekje. Maar soms is het wel handiger. Ja, klopt. Ik heb altijd anders allemaal foundation. Welke gebruik jij? Hij is paars. Ja, hij is paars. Dit is een van Becca. Oh, chill. Ik had volgens mij vorig jaar met kerst een soort cadeauverpakking gekocht. Yeah. En er zat een highlighter bij in en er zat dit allemaal bij in. En toen dacht ik, oh, de primer is echt heel fijn. Oh, ik gebruikte altijd die aftershave. Die heb ik toen van mijn vader gestolen. En dat heeft hij nooit doorgehad. Dus dat is top. Die heb ik ook. Die is echt top. Ja, ik had van Nikki Tutorials dat toen gehoord. Ja, klopt. Volgens mij iedereen. Ja, volgens mij ook. Super grappig. Zou ik de eerste vraag? Oh, ja, het is een beetje klein. Waar kennen jullie elkaar van, was de eerste vraag? Ja, gewoon via YouTube geloof ik. Ja, klopt. Ik weet niet of ik eerst jou ontdekte of jij eerst mij. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Ik weet het ook niet, maar ik keek je al wel langer. Echt? Ja. Ik weet ook helemaal niet meer hoe ik bij jou terecht ben gekomen. Volgens mij via een soort pastokjeshoplog of zo denk ik. Zo'n oude. Ja, dat kan echt kloppen. Nou, ik zag van jou toen zo'n make-up opruimvideo van best wel lang geleden. Toen dacht ik, oeh ja, dat vind ik leuk. En toen ben ik eigenlijk ook wel geabonneerd. Dus, en toen heb jij mij een DM gestuurd. En op die manier eigenlijk. Ja, we kennen elkaar niet echt per se in het echt, maar... Via de online wereld. En gewoon eigenlijk iedere keer een beetje reageren bij elkaar en zo. Ja. Dat is eigenlijk wel heel grappig. Ja. En we wonen nu uiteindelijk ook best wel dicht bij elkaar. Dat is, ja, dat is wel heel chill. Want nou ja, ik woon dus in Twente. En de meeste YouTubers en zo, dat is gewoon heel cliché. Maar die wonen gewoon echt aan de andere kant van Nederland. Ja. Dus dat is zo niet tactisch. Maar wil je dan ook altijd hier in de omgeving blijven wonen? Of zou jij op zich ook naar Amsterdam willen? Nee. Ik ben niet iemand die zo naar de stad kan eigenlijk. Ik ben echt een dorpsmeisje. Ja. Ook al klinkt dat misschien af en toe zo'n opmerking dat ik maak dat echt heel Twents is. Maar nee, ik ben heel nuchter en heel dorp. Ik hou wel van die gezellige, dat iedereen elkaar kent, zeg maar. Ja, precies. Dus nee, ik kan niet echt in de stad denk ik wonen. Ik vind het voor even wel leuk. Ik wilde vroeger ook altijd op kamers. Maar dat is eigenlijk al heel snel verdwenen. Ja. Dus nee, en jij? Nou, ik studeer in Zwolle, dus ik vind de stad wel leuk. Waar studeer je? Lindesheim? Ja. Oh echt? Ja. Oh, mijn zus ook. Grappig. En mijn zus die woont in Utrecht, dus daardoor heb ik het stad ze iets meer kunnen kennen. En ik heb een half jaar in Amsterdam gezeten, dus voor stage, voor school ook. Oh ja. Zat je toen op kamers gewoon? Ja. Ja. Dat was trouwens wel een heel gedoe hoor, want je had die hospiteeravonden. Maar ik woon in Emmen, dus voor een hospiteeravond moet je voor 20 minuten... Even naar Amsterdam. Eventjes naar Amsterdam. Oh ja, dat is wel heel stom. Zou jij dan later echt in een grote stad willen wonen? Of? Nou, ik denk dat ik Zwolle wel heel mooi vind. Ja, klopt. Ik denk dat ik Amsterdam te druk zou vinden. Ja, dat vind ik ook. Want ik woon dus nu echt in een gehuchtje. Niemand kent het ook. Als je dan opeens naar een grote stad gaat, dan is dat denk ik wel best wel een overgang of zo. Dat is heel anders. Ja. Yeah. Ik ben ook altijd echt kapot na een dagje shoppen. Sla nergens op, maar ik ben echt kapot gewoon. Maar ik heb ook het idee dat het voornamelijk door het reizen komt. Want dan, als ik naar Amsterdam ga, is het meestal 2 uur rijden. En dan, ja, dat klopt. Ja, ik ging toen ook een dagje naar Scheveningen, naar het strand. Nou, dan ben je echt heel lang onderweg. Ben je bijna 3 uur onderweg. Want je bent met de trein, overstappen en zo. Vervolgens moet je nog met de metro. Ja, het is echt wel lang. Ik heb deze dus nieuw ontdekt. Ik vind hem echt super chill. Oh ja? Ja, ik gebruik dus nu een concealer van de Action. Die van de Action? Echt, ja, die is echt heel fijn. Oh, ik heb eigenlijk helemaal geen Action make-up. Ik had vroeger zo'n oogschaduwtje, maar... Ja. Nou, af en toe probeer ik het eens en dan denk ik, wow, dit is echt verrassend goed. Wat leuk. Ja. Oh, chill. De volgende vraag is, hoe oud zijn jullie? Ja. Nou, ik ben 24 en ben jarig in augustus. En jij? Eigenlijk net jarig geweest. Ja, ik ben 19, dus...
En wanneer ben je jarig? 19 juli. Oh, 19 juli. Toevallig. Dus dat duurt nog weer even. Oh ja, echt superleuk. Maar heel veel vriendinnen van mij zijn ook al 21 en zo. En die wilden dus binnenkort 21 dinner doen. Oh. Het gaat dus allemaal niet door. Dat is zo jammer. Ja. Dus ik hoop, nou ja, daar ga ik wel een beetje vanuit dat als ik 21 ben, dat het allemaal wel weer kan. Oh, maar dat vind ik zo leuk. En dan alles regelen. Helemaal op detail regelen. Ja. Maar dat is echt pas vanaf de laatste jaren. Want toen ik 21 werd, ik kan me helemaal niet herinneren dat bestond. Klopt, want mijn vader zei ook, wat is dat, iets nieuws of zo? Weet je wel? Ik zo, ja, geen idee. Ja. Ben je altijd lang bezig met je make-up? Nou, het ligt eraan. Als ik er echt zin in heb en ik zet een videootje op en ik denk, dan ben ik heel traag en dan ga ik alles proberen. Maar normaal gesproken 20 minuten of zo, denk ik. 20? Ja. Zoiets. Ja, voor mij verschilt het ook of ik foundation op doe en of ik oogschaduw op doe. Ja, klopt. Maar mijn wenkbrauwen waar ik nu mee bezig ben, dat kost echt het meeste tijd. Ja. Dat had ik eerst ook, maar nu heb ik ze dus gepowderbrowed. Okay. Valt het op zich wel mee? Oh, dit is gewoon echt een verrijking van mijn leven. Echt? Ja, echt. Ik heb normaal niks. Ik dacht, je hebt misschien al stiekem even iets van make-up opgedaan. Nee, ik heb helemaal niks op nu. Oh, dat is echt top. Ja, het is echt ideaal, want normaal heb ik echt een like chic. Ik was toen ook, moest ik naar de kruidvat. Voordat ik mijn wenkbrauwen had gedaan, toen ging ik zonder make-up de EV1. Nou, dan ben ik gewoon bleek, maakt het niet uit en dan heb ik geen wenkbrauwen. Toen kwam ik daar en toen, volgens mij moest ik luistershampoo halen en dan moet je 14 jaar of ouder zijn, zoiets. Nou, dus ik er daarheen, ik was gewoon 18. En toen vroeg ze, mag ik je idee zien? Ik zo, Met luistershampoo? Ik snapte er niks van. Zegt ze, ja, moet je 14 jaar of ouder zijn? Oh. Ik dacht echt, wat? Yeah. Oké, lijk ik zo jong? Dat was echt... Dus de komende tijd niet meer zonder make-up. Nee, dat is niet waar, maar het was wel heftig. Ja, snap ik. Hoe lang zijn jullie al bezig met YouTube? We hadden het toevallig net over. Ja, we hadden het net heel kort over. Oh, mijn poeder. Ja, ik ben dus best wel lang geleden begonnen. Omdat YouTube voor mij een aanvulling was voor mijn blog. Dus ik denk dat het echt 5 of 6 jaar geleden is. Maar toen had ik er echt geen verstand van. Ik was zo ongemakkelijk in video's. En ja... En ik plaats dat heeft denk ik iedereen in het begin. Ja, dat denk ik ook. Maar ik plaatste 1 keer wat en een half jaar later weer. En dan weer 2 maanden later. Dus ja, het is nu wel echt heel anders. Ja, maar op den duur dan leer je ook gewoon wat meer en zo. Ja. En weet je ook wat je echt leuk vindt. Ja, ik ben nu denk ik 2 jaar echt goed bezig, zeg maar, met YouTube. Maar daarvoor was het inderdaad heel inconsistent. En deed ik gewoon dan weer een video en dan een half jaar later opeens nog een video. Yeah. En was het ook heel ongemakkelijk en deed ik overal verstand van had, maar dat had ik helemaal niet. Het is echt verschrikkelijk om nu terug naar te kijken. Ja, dat is echt dat vind ik zo erg, maar ja, het is zo grappig. Nou, ik was dus in mijn video's een beetje tegenovergesteld. Ik was super onzeker en ik had, echt? Ja, ik had echt het idee dat heel veel mensen naar me keken. Ja. Ja, nou ja, ik vond het ook heel eng, maar ik kwam wel, ik weet niet, een beetje over zo van, dan moet je dit doen, dan moet je dit. Terwijl boeien wat je moet doen, zeg maar, er is niks wat je moet doen, maar goed. Het is wel grappig om terug te zien. Nou, ik ben heel veel mijn kwasten kwijt, joh. Ik heb dus, wanneer was dat? Was laatst op mijn korting. Oh, dat was met de Glam Weekend. Oh. Dus heb ik bij Elf, of in ieder geval bij Douglas, allemaal make-up besteld van Elf. En ik kende het wel, maar ik gebruikte het nooit. Yeah. Het is echt super chill. Ja, dus hadden volgens mij vroeger een eigen webshop, dus toen had ik echt, echt veel. En toen was alles... In het begin echt 1 euro, dus had ik heel veel ervan. Oh, wow, ja. Het was ook echt lekker betaalbaar gewoon. Ja. Wat is jullie favoriete seizoen? Wat is die van jou? Oh, ja, eentje hè. Dan denk ik toch winter. Ja? Ja. Ik denk hier toch het seizoen waar we nu in zitten. Ja, herfst. Ja, dat is dus mijn tweede keus. Ja, ik vind dat ook. Echt puur door gewoon de gezelligheid en dat de blaadjes vallen en regen. Ja, heel veel vinden het echt verschrikkelijk. Maar ik vind regen dus echt niet erg, alleen als ik er zelf doorheen moet lopen. Ik vind dat gewoon gezellig of zo. Ja, dat heb ik dus ook. En ik vind de zomer echt heerlijk. Maar ik hou er ook wel gewoon van om dingen te doen, zeg maar. Ja. Dus, en met de zomer, dan weet je niet, is het toch meestal liggen op het strand en dat soort dingen. Dat vind ik dus ook. En dan ga je buiten een beetje zonnen. Mm-hmm. Op een gegeven moment heb je het alweer veel te snel warm, dat heb ik tenminste. Ja, en dan ben ik er eigenlijk alweer een beetje klaar mee. En dan zweet ik me kapot. En dan moet ik voelen douchen. Ik ben niet productief. En dan kan gewoon niks doen. Maar op zich is dat ook wel weer lekker, maar ja. Ik zat er toevallig nog, wanneer was dat, een week geleden of zo, over na te denken. Want ik heb nu allemaal nieuwe ideeën en zo, ook met Cozy dus, wat ik nu dus doe. En die idee, ik ben gewoon het meest, hoe noem je dat? Geïnspireerd? Ja, geïnspireerd. Gewoon tijdens herfst en winter. Het slaat nergens op, maar dan komen alle ideeën gewoon in me op.
En ook gewoon als je naar een tuincentrum gaat, dat gewoon alles kerst heeft en pompoenen en dingen. Ik vind dat zo gezellig. Maar ik vind sowieso ook de geurdingen, appelkaneel en ja, wat heb je allemaal, die pumpkin geuren. Ik vind het zo lekker. Ja, echt zo lekker. De volgende vraag. Als je maar één make-up product mag kiezen, wat kies je dan? Oeh, dat is lastig. Dat is heel lastig. Mag ik dan een soort van vals spelen? Want dan ga ik jouw powder brows doen. En dan kies ik als make-up product mascara. Ja, mascara? Ja, denk het wel. Oh, ik absoluut niet. Gewoon. Mascara is gewoon, maakt het verschil of zo. Een beetje het idee. Oh nee, ik heb eigenlijk ook heel vaak dat ik zonder mascara de deur uit ga. Echt? Ja, ik gewoon alles op behalve mascara. Oh, nee, ik niet. Ik kan dat gewoon echt niet overstaan. Oh ja. Nou, ik heb dan denk ik toch highlighter. Echt absoluut. Oh ja? Ja, ik ben echt gek op highlighter. Ik heb ook heel veel highlights. Het staat helemaal nergens op. En ik vind ook, nu is toch zo'n trenddingetje of zo dat je weinig highlighter op doet of zo. Of heel subtiel. Tenminste, dat kreeg ik een beetje van video's door. Geen idee. Maar ik dacht echt, nee. Gewoon lekker veel. De volgende vraag is, wat is jullie favoriete geurkaars? Nou, volgens mij heb jij er echt super veel. Ja, voorraadjes. Echt wel. Ja, ik zit even te denken. Ik heb heel vaak geurkaars bij de Action. Ja, ik ook. Echt een hele voorraad gewoon. Ja, ik ook. Slaat nergens op. Maar het is eigenlijk wel altijd iets met appelkaneel of vanille. Nee, vanille eigenlijk niet heel vaak, maar ja. Ja, wel die warme, warme geuren. Ik ging er vol in. Oeps. Ja, ik ook sowieso warme geuren. Nou, ik denk mijn Woodwick kaars, dus nu, van Fireside, geur, die is zo lekker. Heb je die ooit geroken? Nee, geurt hem straks echt. Hij staat daar, ja. Weet je wat ik trouwens zag? Want ik vind die Woodwick kaarsen best wel prijzig. Het is heel duur, het slaat nergens op. En ik ben ook zo iemand die dat gewoon betaalt, omdat ik het gewoon te lekker vind. Ja, dus ik koop ze niet heel vaak. Maar ik zag dat de Aldi nu een soort dupe heeft ervan. Ja, dat zag ik ook. Dus die wil ik heel graag. En ook allemaal kerstkaas en zo hadden, zodat ik echt dacht, oh, echt. Ik wist dat niet. Ik kom daar ook niet zo vaak. Maar ik heb ook geurkaars van de Rituals en die zijn ook echt heel Ja, dat klopt. Maar dat vind ik ook wel prijzig. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Want in het begin toen ik die Woodwick kaars zo had gehad, ik durfde hem gewoon niet eens aan te doen. Omdat ik het gewoon zonde vind om aan te doen. Oh, ik heb trouwens één keer gehad. Ik heb, vroeger had ik best wel veel Yankee Candle kaars, omdat ik die gewoon heel lekker vind. En ik had toen voor mezelf één zo'n hele grote gekocht. Echt zo'n hele dure, maar ook echt super lekker. Nee, ik weet het niet meer. Maar toen gingen we verhuizen. Ik ben best wel vaak verhuisd. En toen had ik een hele doos vol met allemaal mijn sierdingetjes uit mijn kamer. Ja. Dus mijn kaarsen, wat dan ook, wat er allemaal in zat. En die doos die viel van de trap. Die bodem viel eruit omdat dit te zwaar was. Oh nee, dus kapot? Alles was kapot. Oh. Echt alles. Dus oh, dat is echt horror. Ja. Oh, wat erg. En toen? Ja, toen heb ik gewoon heel veel dingen opnieuw gekocht. Maar ik voelde me op dat moment gewoon echt een klein kind. Want ik moest gewoon huilen. Ja, tuurlijk. Ik zou ook huilen. Dat is echt heel stom. Ja, ik vind Janky Candle ook echt helemaal fijn. Ik heb dus super lekker die adventkalender unboxing gedaan. En daar zit zo'n lekkere geur bij. Dat ik gewoon echt nu alweer de neiging ook heb om eentje in het groot te bestellen. Maar dan denk ik, ja Floor, je hebt al zoveel kaars. Ik kom echt niet eens door mijn herfstkaars heen. Terwijl het alweer bijna winter is. Dus dan denk ik, ja. Veel te overdreven. Ja. Yeah. Of van Bath & Body Works. Daar heb ik nog nooit van geprobeerd. Lekker. Ja? Ja. Ja, ik zie het door mijn foundation heen. Oh, dat is echt gewoon, ja. Ik zie gewoon een kapotje. Dat heb ik altijd met filmen. Doortochten. Nee, in de zomer is dat echt drama. Ja, oh, maar dan zweet ik me altijd echt kapot. Met die lamp erbij. Ja. Ja, ik heb twee van die lampen. Oh ja. Dus die zet ik dan aan en dan de deur dicht en dan ventilator uit. Heel snel filmen. En dan alles eraan. Uitkleden alles. Ja, ik herken het. Gebruik je ook elke dag oogschaduw of dat eigenlijk niet? Ligt eraan waar ik naartoe ga. En of ik er zin in heb. Ja. Want als ik naar het werk ga, dan werken bijna alleen maar jongens op mijn werk. Dus, echt? Ja. Oh. Dus een beetje dan maakt het me eigenlijk niet zo heel veel uit hoe ik eruit zie. Dan denk ik, ja, weet je, zij zien het zeg maar niet of zo. En weet niet. Anders doe ik het wel liever. Ik vind het wel mooier. Dus als ik tijd voor heb in de ochtend, dan liever wel. Heb jij nu die van Huda? Ja, deze. Oh mijn god. Dat is echt super mooi. Prachtig. Love it. Ja, ik heb dus echt van die fases met make-up. Eigenlijk in de zomer en zo, dan draag ik bijna niks. Want dan vind ik het te warm en heb ik daar allemaal geen zin in. Ja, klopt. Bijvoorbeeld nu ook, dan vind ik het echt super leuk om gewoon lekker make-up op te doen en oogschaduw. Mm-hmm.
Ja, en dan in de lente vaak ook. Maar ik weet niet, ik heb echt fases met dingen. Dan draag ik eyeliner, dan niet. Ja, dat heb ik ook. Ik droeg vroeger echt altijd alleen oogschaduw als ik ook eyeliner op deed. En nu maakt het me niet uit. Echt? Ja. Waar draag jij eyeliner? Nou, nu eigenlijk bijna nooit. Ik vind het gewoon te veel moeite. Ja. Ja. Terwijl ik het wel echt heel mooi vind. Ja, ik draag het dus vaak wel, omdat ik helemaal niet zulke, ja, grote lange wimpers heb, zeg maar. Dus dan weet ik het, vind ik dat wel mooi. Ja. Oh, 7. Wat is je favoriete najaarstrend? Oh, ik denk de Spencer. Oh ja? Oh, lekker toepasselijk. Ik ben er nog niet over uit of ik het leuk vind of... Nou, in het begin dacht ik echt, wat is dit nou? Want dat weet ik niet, dat droeg ik vroeger wel eens. Ja. Maar eigenlijk voel ik het al heel snel helemaal leuk. Ja, ik ben nog niet helemaal overtuigd. Maar ik heb vind je een Spencer? Nee. Ja, ik vind die jekjes die je heel veel ziet, die soort houthakkers. Oh ja, dat vind ik ook leuk. Bloesdingetjes, die vind ik echt super leuk. Ja, dat zag je vorig jaar ook wel weer een beetje. Maar dat zie je nu ook wel weer. Ja, ik vind het alleen zo lastig of zo, want ze zijn best dik, die jekjes. Ja, klopt. En dan vind ik het ook al snel als je gewoon binnen zit te warm, zeg maar. Dus dan doe ik het niet zo snel aan. Hoe ver ben jij? Oh, je bent al klaar bijna, joh. Ik moet allemaal vroeg, want wat heb jij denk ik al gedaan? Ja. Oh, doe je dat op het eind, als je voor fallout of zo? Of hoe noem je dat? Fallout? Ja, eigenlijk wel. Oh ja. Maar ik zit echt naar mijn gezicht te kijken. Gaat er zo rood doorheen? Ja, nee, ik ben niet omdat je het heel warm hebt. Ja, ik heb niet per se warm of zo, maar ik weet het. Heb je blush op gedaan? Nee. Oh, dat moet ik dus allemaal nog doen. Oh ja, ik moet nu... Alleen nog mijn mascara doen en eyeliner. Oh ja. Dat wordt nog leuk met al die spiegeldingen in mijn hand. En eyeliner maken. Sommigen maken ook eyeliners met een oogpotloodje. Ik vind dat dus best wel knap als je dat kan. Ja, zo strak. Ik kan dat niet, nee. Ik kan het alleen met zo'n liquid dingetje. Mm-hmm. Wat vind jij trouwens het leukste make-up product om aan te brengen? Oeh. Ja, of oogschaduw. Oh ja. Of bronzer. Contour. Ja. Het slaat eigenlijk ook nergens op, maar ja, ik weet niet, want dan krijg je een beetje een vorm in je gezicht. Ja, ik vind denk ik dus ook alle poeders, blush, bronzer, highlighter, omdat je daar gewoon niet echt een soort van, je kan er wel een mis mee ingaan, maar niet snel, zeg maar. Nee, dat klopt. Ik bedoel, als je wenkbrauwen doet of je eyeliner en je verpest die, dan is gewoon je hele make-up look, zeg maar, verpest. Ja, klopt. Dat is echt zo. Dat vind ik zo irritant, als ik dan de hele ooglook heb gemaakt en mijn eyeliner zit scheef of zo, dat ik het dan ga corrigeren en dan is alles weg. Dan kun je het weer overnieuw doen. Ik vergeet trouwens ook helemaal mijn thee, hè? Oh. We hadden het er net nog over. Hij is al koud. Hij is al koud. Hij was te heet toen we hem wouden drinken. En dan wordt hij gewoon koud omdat je het vergeet, echt. Ja, dan laat je het staan. Ik gebruik deze. Dat is een nieuwe van L'Oreal. Die ziet er vet uit. De Air Volume. Maar ja, ik vind hem dus niet zo fijn. Nee? Nee. Ik gebruik dus altijd gewoon die Skere van Catrice. En ik vind mascara altijd heel moeilijk. Want ik weet niet wat voor mij werkt. Ik doe wat er maar wat eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik ben altijd nog op zoek naar de perfecte mascara. Nou, ik had hiervoor echt een hele fijne. Dat is die van Maybelline. De Falsy Slash Lift, geloof ik. De zilveren met paarse dop. Mm-hmm. Die is echt heel fijn. Maar ik was laatst met een vriendinnetje. En toen hadden we het ook over mascara. Ze zei van, ja, welke vind jij fijn? En toen zei ik ook die. En toen zei, oh, die heb ik. Die vind ik echt verschrikkelijk, zei ze. Oh ja, dus het is ook weer inderdaad echt zo aan persoonlijk. Aan je wimper eigenlijk. Ja, ik heb ook heel vaak gewoon van die dikke borsteltjes, heel ruig eigenlijk. Ja. Ja, dat werkt voor mij echt voor geen meter, want het gaat allemaal aan elkaar zitten. Dus ik heb altijd, kijk, echt van die dunne... Oh ja. Ja, ik vind dus die grote borsteltjes heel fijn. Oh ja. Want je hoort ook heel veel over die Rock Volume mascara of zo. Dat heb ik zo even niet. Oh, dus dan ben ik best wel benieuwd of dat wel werkt, maar goed. En deed jij vroeger je make-up heel anders dan dat je het nu doet? Als in, deed je vroeger bijvoorbeeld je wenkbrauwen of... Nee, ik denk het niet. Dingen. Eigenlijk heel saai. Nee, ik heb altijd al eigenlijk dit zo gedaan. Ja, ik was dus eyeliner. Echt heel anders eerder. Wat deed jij dan? Heel veel die zwarte oogpotlood, zo boven en onder. Oh, deed je ook onder? Oh, dat deed ik ook. Ja. En ik deed mijn wenkbrauwen echt heel lang niet. Ik vond lipstick ook super moeilijk. Je kent toch van die wenkbrauwfases? Ja, van die comma's bedoel je? Ja, echt gewoon dat iedereen heeft in zijn leven wel zijn wenkbrauwen is dan begonnen met tekenen. Het ziet er dan echt niet uit. Ja. Maar dat zie je zelf niet. En niemand die dan tegen je zegt van, goh, kan echt niet. Nou, ik had dat dus ook. Ik had dus geen wenkbrauwen. Dus toen ik begon met tekenen, had ik een donkerbruin potloodje. Dus dat is al heel hard. En ik begon ongeveer hier met de voorkant.
Dus echt zo'n streepje. Ja. Yeah. En dan heel dik. Nou, dat was echt heel erg. Als ik foto's terug zie, denk ik, oh, wat erg. Maar ook niemand die tegen je zegt, ja, kan niet. Ja. Yeah. Echt verschrikkelijk. Maar ook die voorkant zo heel hard. Ja, 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 en dan echt hier pas beginnen. Ja. Zodat je echt zo'n klein wenkbrauwtje en dan geen staartje eraan, dus dat je echt een moet. Kijk, dit was weer fixie spray. Ja. Glam Glow, is die fijn? Ja, is echt heel fijn. Hè? Gaat zeg maar niet te hard. Oh, ik duur me altijd zo ver. Ik denk ook wel, ik voel niks. Maar die van mij... gaat heel subtiel. Ja, ik heb dus één die is best wel hard. Ja, dan moet je dus ver inderdaad klopt. Ver. Ik had er eerst ook één van Essence gewoon getest. Nou, die is heel hard. Dat is echt zo'n... Ja, is gewoon die moet je echt water, hier houden. Ja. Nou, ik ben eigenlijk wel klaar. Ja, ik eigenlijk ook. Timing. Ja, draag jij altijd lippenstift? Niet altijd, maar ik vind het meestal wel mooi. Ja, nee, ik eigenlijk nooit. Dat gaat altijd zo af bij mij en dan ben ik alweer klaar mee. Top, dan was dit alweer de video. Zijn wij opgemaakt. Ja, echt perfect getimed. Ja, echt ideaal. Het komt meestal nooit zo uit. Meestal is altijd één van de twee eerder klaar. Dan mag je het allemaal. Ja. Nee, echt tof. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet dus zeker even niet de beschrijving te checken voor Danielle, haar kanaal. Superleuk. En dan hoop ik dat jullie de video leuk vonden. En dan zie ik jullie tot de volgende cozy video. Doei doei! Doeg!